Binnenkort een nieuwe video over de foutjes die ik heb gemaakt bij het trainen van de borst. Maar vandaag ga ik al een kleine spoiler geven van een paar van de tips die ik dan uitgebreider ga behandelen. Als eerst, bij push-ups doen mensen maar gewoon op en neer. Ze focussen niet op de borst echt goed aanvoelen. De laatste tijd stop ik ongeveer op de helft, dus ik zak niet helemaal door. En dan voel ik een bepaalde spanning nog op mijn borst. En wanneer ik uitstoot, dan trek ik de ellebogen naar binnen en dan span ik mijn borst aan. Dus in plaats van, doe ik dit. Alsof ik dus de elleboog naar elkaar toe breng. En dat is heel belangrijk. Dat heet adductie. En dan de laatste tip. Als ik een fly doe, ga ik ook focussen op waar mijn biceps heen gaan. En soms kruis ik zelfs mijn armen om nog een betere contractie te krijgen. Om die borst zoveel mogelijk aan het werk te zetten. Succes jongens. Tot snel.